Boodschapjes gedaan. Nu zijn we ergens eten bij een burgertentje en we hebben lekkere burgers gehaald. Iedereen is lekker aan het eten hier ook. En ja, we zitten nu in de hoofdstad van Swaziland. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. We zijn nu onderweg naar Sint Lucia. Dat ligt aan de Indische Oceaan. Dat is zo'n ongeveer 4,5 uur rijdende tocht. Verder gaan we daar een boottocht maken. Langs de nijlpaarden en langs de krokodillen. En we gaan nog naar een park toe. Dus ook naar het Sluluwe Park. Sluluwe. Geen idee hoe het uitspreekt. Je schrijft het in ieder geval zo. En in ieder geval naar dat park. Daar gaan we een 8 uur durende lange safari tocht doen. Verder is dat park opgedeeld in twee stukken. Het noordelijke en het zuidelijke deel. Het is in 1885 opgericht. En zo'n 950 vierkante kilometer groot. Verder kun je daar allerlei soorten dieren tegenkomen. De hele Big Five, maar ook de zwarte en witte neushoorn. Hier is de border. Dus hier moeten we de zomer uit. Papaella en verder nog meer vis. Ik denk dat we hier nog goed bestoven. Kip. Sorry, ik dacht dat je ook vis had besteld. Even een lekker toetje. Dit is KitKat en wij hebben karamel. Dat is leuk om te doen, hè? Zit er dat nog in? Nee? Nee, dat kan niet twee. Doe maar met mijn rietje. Mijn keer, hè? Ja, ik heb ook wel een keer gedaan, hoor. Oké. Wat is het? Goedemorgen. Nee, even serieus. Nou, goedemorgen. Goedemorgen! Goedemorgen, mensen. Wij gaan vandaag een boottocht doen. Door, door de rivier hier vlakbij en dan kun je nijlpaarden spotten, maar ook witte en zwarte neushoorns vanaf de zijkant, zeg maar, dat je ook midden op water bent, zijkant kunt zien. Daar zijn we nu heel aan het wandelen, dus ongeveer 10 minuutjes lopen. We hebben nog, het is nu 15:15 geweest, dus het moet 9 uur zijn, dus hopelijk zijn we op tijd, maar ik denk dat het goed komt. Ik heb zin in, dus let's go!
Oh mijn god. We zijn nu dichtbij het lopen en er is gewoon een motor. Oh mijn god, we werden dus net geroepen door zo'n mannetje die hier werkte, dat er een nijlpaard kwam. Nou, vlogkwaliteit is super. Nou, ik wil dus zeggen dat er een... ik kan het niet meer normaal doen. Ik wil dus zeggen, we werden dus net geroepen door een mannetje die hier werkt. Van, oh, daar loopt een nijlpaard daar buiten. Echt net buiten het resort, dus kom kijken. En we waren dus net ook al aan het lopen en zagen hem van veraf. Maar nu was hij super dichtbij. Dus ik weet niet hoe goed je het kunt zien in de vlog. Een paar foto's kunnen schieten. Maar het was sick. Dat kan ik je wel zeggen. Gewoon zo dichtbij in het donker, vlakbij je resort. Oh my god. Goedemorgen. Het is nu veel te vroeg. Tegen het kwart voor vijf denk ik op een cursus gaan. In ieder geval weer een safari soort van. En daarvoor moest je kwart voor vijf hier zo voor het hotel verzamelen. Echt schiet me neer. Wat hebben jullie besteld? Leg nog even uit. Portugees. Specialiteit. Hangend vleesje. Hangenschop. Nou, ziet er goed uit. Pizzaatje. Lekker lasagne. We zijn nu onderweg. We zijn een beest aan het doden. Jullie kunnen zien. Toch was alles straks met een bepaalde kant op. Dat is leuk voor je vlog. Ik heb dan ook een hond bij. Twee dagen met mijn koe aan het doden. We zijn nu onderweg naar Winterthon. Dat is een uitvalsbasis voor de excursies en wandelingen die er zijn in Drakensbergen. Drakensbergen ligt tussen de bergen in en is een prachtig paradijs voor wandelaars. Zoals je hier ziet op het plaatje. Hij is wel een wondervallig hier hoor. In 2002 werd het park uitgeroepen tot het werelds erfgoed door de UNESCO vanwege zijn rotstekeningen. Deze waren gemaakt door de San, ook wel de Bosjesmannen, ja, of eigenlijk de oermensen van Zuid-Afrika, die eigenlijk de oudste rechtstreeks levende afstammelingen zijn van de Homo sapiens. En zo zie je, zijn inderdaad veel beter. Tot you. Maar lekker zit hier. Oh, dit is een beetje laag. Hey, ben jij er wel, Henky? Henkie. Hey, ben jij er ook al? Wat een gezelligheid. Man, wat erbij. Spannend, welkom in het Skudu-huisje. Kudu. Ja, sneller. Ja. Oh. Oké, daar zit een afstapje. Waarom moet ik altijd flikkeren in de vlog? Welkom. Hier kun je lekker neer. Handig, mooi dichtbij. Met lekker. Dit vind ik echt heel mooi. Maar we gaan door. Nice. Oh mijn god. De kleintjes ook allemaal, hè? Goed, die rennen. Hier, team. Nou, ze hebben hier gewoon een schommel van banden gemaakt. Super apart.
Ja, hoe je met je benen, dat moet helemaal niet. Nee? Nee, denk het niet. Nou, we gaan dus even ziplinen zo meteen. En ik heb een hoedje op. En hier onder haar netje. En ik nog nooit. Dus. Helemaal. Daar. Deze zei je toen al. Dingen mee. Toen ben ik onder. Kibble. Wake up kibble. Main kibble. You are touched twice.